Australië. Nou, een hele dikke Amerikaan. Steeds. Een Avalanche, Chevrolet. Ja. Moet je open? Ja. Kijk, er zit een motortje in. Ja, klein, nee, maar hier verderop gaat hij nog verder hoor. Dus gewoon een dikke achtcilinder. Dus ja. En wat er allemaal hier. Mooie auto. Gaat helemaal goed komen. We hebben een stukje rijden. Wordt ineens druk. Zo, en kijk eens even. Lekker dikke bak. Even reclame maken. Hè? Als je tegeltjes wil zetten. Nou, gaan we even een stukje blazen. Ja. Nou, daar gaan we. En allemaal mooie dingen. Kijk, lampje brand. Dat mag. Dat is allemaal adviespunt of op het rapportje. Lekker gordel omdoen. Ja, dan gaan we de gordel omdoen. Ja, nou, let's party! Woo! Yeah. Nou, dit is gewoon lekker als je een bedrijf hebt. Dan koop je een auto. En dan rijd je op gas natuurlijk. Dan rij je wel 1 op 3, 1 op 4. Maar je rijdt wel in een dikke bak. Veilig en hoog. Dat is goed voor je rug, voor je instap, voor oudere mensen. Helemaal super gaaf. Dik leer. Nou, ik kom uit 2007. En ja, ze worden tot 2012 worden ze geloof ik gemaakt, deze auto's. Maar dat zullen we daar ook weer een beetje opschrijven. Jeetje, mina joh. Nou. Nou, er was een achterwielager kapot. Ja, dan moet je de steekkassen tussenuit halen. Dan moet je uitkijken voor de ABS-sensor. Ja, je moet even voorzichtig zijn. Want voordat je het weet, maak je meer kapot als dat je goed is. Dikke BMW daar zo. Ook mooi. Ja, ook nice. Ook mooi. Allemaal mooi. Ja, allemaal mooi. Ja, daar zitten we dan. Lekker stil. Helemaal. Ja, zo. Ja, wat wil je nog meer als dit? Ja, het is jammer dat je achterin niks in die kofferbak kan leggen. Als je daar natuurlijk een busje van hebt, die heb je ook. Ik vind ons wat vervoeren. Geweldig. Ja, dit is gewoon mooi. Wat heb ik toch een mooi beroep. Allemaal mensen die naar je toe komen, blij zijn. En blij weer weggaan natuurlijk. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Blij weer weggaan. Ik ga nog even... Ja, dit is het.